Het is zover, de groepsfase van de Conference League gaat weer van start. En dat doen we met een eerste wedstrijd hier in Mostar, Bosnië en Herzegovina. Het is niet de eerste keer dat we in het land spelen. We speelden vorig jaar in de voorrondes namelijk ook in Sarajevo, toen tegen Tuzla City. En toen werd het 4-0. En hier is de 4-0. Prachtig afgemaakt door Fedde de Jong. Heerlijke goal voor hem. En de voorzet is even mooi van Kerkes. Toen de poolsamenstelling bekend werd, wederom naar Bosnië. Dat roept natuurlijk altijd de herinneringen op van de partijen die we tegen Tuzla hebben gespeeld. En heb je dan het idee dat de ploeg die je daar hebt getroffen vorig jaar, dat dat misschien qua voetbal te vergelijken is met wat je morgenavond kan verwachten? Nou, uiteraard hebben we ook Mostar nu bestudeerd en er zitten een aantal overeenkomsten. Maar dat is volgens mij ook wel logisch als je deze kant uit gaat. En ze spelen in dezelfde competitie. Dus om en nabij een beetje hetzelfde niveau als ik dat zo mag inschatten. Maar ook nu weer, het is een hele nieuwe situatie. Hè. Vorig seizoen is geweest. Tuzla hebben we 2 keer verslagen. Het is ook zaak dat we morgen weer goed voor de dag komen. Ik denk het wel vergelijkbaar, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk dat we in een aardig flow zitten op dit moment. En wat ik zeg, eerste wedstrijd van de groepsfase. En die is natuurlijk hartstikke belangrijk en dat weten we ook. Dus ja, we gaan vol voor de winst. Als je dan inderdaad naar jezelf kijkt, wat je zegt, de flow waar je in zit. Waar is dat dan te wijten, het feit dat het best wel goed gaat? Ja, ik denk persoonlijk, maar ook met het team. Ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen overal. Ook de wissels die erop komen. Iedereen is gretig en je ziet dat het waar het uiteindelijk kan leiden. Ik denk, we hebben veel vertrouwen en ja, we moeten deze lijn gewoon doortrekken. Het zijn knokkers, dat zie je ook in de manier van voetballen. Nou, belangrijk is dat je in ieder geval binnen je eigen kracht je oplossingen blijft zoeken. Dus wij zullen ook daar goed aan de bal moeten zijn, zoals van ons bekend is. Maar zeker in defensief opzicht moet je ook je mannetje staan. Want dat er morgen duels uitgevochten gaan worden, dat is wel zeker. Defensief, dat vind ik leuk dat je erover begint. Want je hebt natuurlijk nu een nieuw centraal duo met Alexander en met Richetli achterin. Ja. Hoe vind je dat ze het doen? Ze hebben nu 2 keer samen gestart, ook echt 2 keer de nul gehouden. Hoe kijk je naar dit duo? Nou, het verbaast me niet wat ze samen nu presteren. Kijk, Panta heeft het natuurlijk ook hartstikke goed bij ons gedaan. Maar er werd toch ook rekening gehouden met een mogelijk vertrek. We hebben Alex hebben we ontdekt. Daar waren we razend enthousiast over. Richet die maakt een prachtige ontwikkeling door op dit moment. Dus ja, nu de verbinding samen zoeken is ook de uitdaging. Nou, wat je zegt, de eerste 2 wedstrijden zag dat er redelijk uit. Maar het is zaak dat we dat zo lang mogelijk volhouden uiteraard. Plus ook, wat je niet moet vergeten, is dat ze beide ook prima kwaliteit tonen aan de bal op dit moment. Ik zag van de week Alexander een paas geven naar voren. Zeg je u tegen? Het was een knappe bal. Maar goed, die week daarvoor zag je hem eigenlijk ook al. Hè? Iets kortere afstand de bal op Meijeren. Waardoor hij ook 1-1 met de keeper kwam. Dus dat is een kwaliteit van Alex. En daar traint hij ook veel op. Dus we zijn daar blij mee. Ik had natuurlijk al gezien op de trainingen wat voor speler die was. Natuurlijk rustig aan de bal. Comfortabel aan de bal. En ja, ik denk dat wij een goede klik samen hebben. En laten we hopen dat we deze lijn, wat ik net al zei, doorzetten. Nee, het is lekker spelen met hem naast me. Kan je dat omschrijven, wat het duo van jullie, wat jullie duo zo sterk maakt samen achterin? Ja, kijk, vooral laat vooropstellen dat we willen geen tegendoepen te krijgen. Dat is natuurlijk één ding wat heel duidelijk is. Want ik zeg, we zijn allebei goed aan de bal, comfortabel aan de bal. En vanuit daaruit kunnen we mensen vrij spelen als is het tussen de linies of achter de verdediging van de tegenstander. Dus ik denk dat wel heel goed samen gaat. Morgenavond Conference League, gaat u van start? Ja, dat is wel hartstikke mooi. Hè? We hebben er heel veel zin in. Ik zei ook bij de opening, je ziet er wordt een hoop van ons verwacht ook. Gezien het feit dat we de halve finale hebben bereikt vorig seizoen. Maar dat telt niet meer. Alles begint opnieuw. We hebben de 2 voorrondes hebben we overleefd. We hebben de eerste doelstelling behaald door middel van de groepsfase te bereiken. En nu gaan we werken aan de volgende doelstelling. En dat begint morgen.